Vandaag gaat geschiedenis over grotschilderingen en over de tijd hoe ze toen leefden. Ik ga geschiedenisles even anders doen dan normaal. Ja, ik ga wel een paar powerpoints laten zien. Ja, ik ga een stukje tekst voorlezen. Alleen de opdracht wordt om een tekening te maken. En ik ga het eind vertellen wat voor tekening, maar het gaat een soort idee van grotschildering worden. Ik laat zo meteen, ga ik iets vertellen en luister dan even goed. Dan weet je een beetje hoe de mensen in die tijd leefden. En weet je, dan kan je ook een beetje nadenken en vast kijken naar de voorbeelden die erbij zitten komen, wat je ongeveer kan gaan maken. In deze les zie je dus vooral hoe de mensen leefden in die tijd en wat ze tekenen en hoe. Je ziet op de muur namelijk, ze hadden nog geen papier, gingen ze schilderen of tekenen. Ik ga een verhaal voorlezen en ik wil dat jij goed luistert en ondertussen kijkt naar de tekeningen die in beeld komen. Het is donker, maar ik ben niet bang. Ik ben nooit bang. Nou ja, misschien die ene keer toen ik alleen was weggegaan naar buiten. Het mocht wel hoor. Ik mocht alles doen wat ik wil. Als je stoms doet, dan merk je dat vanzelf. Dan krijg je pijn of bloed of allebei. Of je voelt je bang. Dan doe je het niet nog een keer. Dat domme. Alleen weggaan was niet slim. Dat weet ik nu. Ik wil het beste zoeken. Thuiskomen in een grot en dan zien hoe trots en blij iedereen was, omdat ik eten had gevonden. Ik. Het was nog vroeg in de ochtend toen ik naar buiten ging. Het was koud. Het was helemaal geen tijd voor de bessen. Maar ik wist dat toen nog niet. Ik was nog klein. Ik klom naar beneden over de rotsen. Ik kan goed klimmen. Binnen klim en klauter ik altijd. De grote mensen leren het ons ook. Ze willen dat we alle plekjes kennen om ons te verstoppen. Vooral als er een beer in onze grot is. Of nog erger, als er een beer in onze grot wakker wordt tijdens zijn winterslaap. Dan moet je weten waar je naartoe moet. Hoe je je moet verstoppen en waar je veilig bent. Want als er geen grote mensen zijn en een gevaar is, dan moet je voor jezelf kunnen zorgen. Ik weet dat nu en dat leer ik weer aan mijn broertje. Op de dag dat ik alleen naar buiten ging, heb ik niet lang naar bessen gezocht. Ik zag er geen in de buurt van ons hol. Daarom klom ik naar beneden. Maar toen ik onderaan de berg was, zag ik het beest. Het grote beest met de tanden. Ik ken het alleen van de schilderingen op de muur in ons hol. Maar zelf had ik er nog nooit een gezien. Hoe groot het beest was. Ik had verhalen gehoord van de grote mannen. Hoe harig zijn vacht, hoe groot en puntig zijn gedraaide slagtanden. Maar dat het zo groot was, en dat ik zelfs had kunnen dromen, groter dan een mens een dier kan voorstellen. Het dier was zo groot en zo dichtbij, ik dacht dat ik dood zou gaan van schrik. Ik gilde zo hard als ik kon en ik draaide me om en klauterde zo snel als ik kon de berg op. Mijn voeten scheurde ik open aan de scherpe stenen. Maar ik voelde het niet. Zo bang was ik. Ik holde de donkere gang van onze grot in. Blij met de nauwe ingang van onze grot. Zodat het grote beest me daar niet zou kunnen pakken. Blij met de donkere wereld waar ik zulke angstaanjagende beesten niet kon zien. Ik vertelde het aan niemand. Wat ik had gedaan, wat ik gezien had, ik was nog nooit zo bang geweest. Mijn voeten bloedden en ik had overal pijn. Nooit zou ik meer alleen naar buiten gaan. Voor ik naar buiten was gegaan, was ik vaak boos. Boos dat later, als ik groot zou zijn, ik niet mee mocht met grote mannen. Dat ik niet mee mocht jagen. Maar na die dag dat ik naar buiten was gegaan, was ik niet meer boos. Ik ben niet snel bang. Maar jagen wil ik niet meer. Ik ga liever met de grote vrouwen mee naar bessen zoeken. Als het een goede tijd is voor bessen. Ik hou van bessen. Ik hou van vlees. Ik hou van eten. Het is fijn om het holle gevoel van binnen niet te voelen. Soms voel ik het zo diep dat het pijn doet. Dan neem ik mijn broertje op schoot en wieg ik hem in slaap. Ik probeer dan zelf ook wat te slapen. Ik hou van slapen. Samen met mijn broertje. Dicht bij het vuur. Samen met de grote mensen. Dicht bij elkaar. In het donker. Ik ben niet bang. Ik ben nooit bang. Mijn broertje wel. Hij is nog klein.
Ik neem hem overal mee naartoe en ik bescherm hem. Ik leer hem alles wat ik weet. Vandaag zit ik met mijn broertje in het donker. Ik voel me hol van binnen. De mannen zijn al lang weg. Ik heb al heel vaak en lang geslapen. Maar ze komen maar niet terug. We eten de laatste tijd niet elke dag. Om het holle gevoel te vergeten, ga ik samen met mijn broertje naar de grote ruimte met de zachte muur. Daar is bijna altijd vuur. Er zijn ook altijd andere kinderen. We houden ervan om met onze vingers door de zachte klei van de muur te glijden. Met je nagels en je vingers maak je zo groeven in de muur. De muur wordt er mooi van. De grote mensen hebben ons geleerd hoe het moet, groeven maken. Het is niet moeilijk. Ik kan het heel goed. We kijken vaak met z'n allen naar mijn lijnenspel. Hoe mooi het is. En dan spelen we ons spel. Wat is het? We kijken elkaar aan. Kijk, een slang! Een rivier! Een hoofd! We zien steeds iets anders. Het maakt ons blij. Mijn broertje is trots op mijn lijnenspel. Dat zie ik wel. Ik knuffel hem op mijn schoot. Die dag zijn we ingespannen bezig. Iedereen maakt zijn eigen groeven. We praten zachtjes. Je kan elkaar goed verstaan in de grote ruimte. En toch klinkt het niet hol. Zoals in andere ruimtes in onze grot. Ik hou van de grote ruimte. Ik hou van het lijnenspel. Ik ben zo druk bezig dat ik eerst niet hoor dat de mannen terug zijn. Eén voor één wringen ze zich door een nauwe toegang naar de grote ruimte. We rennen naar ons toe. Ze pakken ons op en drukken ons dicht tegen zich aan. Ze ruiken naar buitenlucht. Ze hebben eten, vertellen ze. De jacht is geslaagd. We zijn heel blij. We omhelzen de mannen met al onze kracht. Ze kietelen ons en we gillen van plezier. Dan tillen ze ons op hun schouders. Ik hou van als ze dat doen. Nu kan ik het plafond van de grote ruimte zien. Ik maak een lijnenspel in het plafond. Mijn broertje maakt er ook een. De zijne is niet zo goed. Dat komt omdat ze onder zijn voeten kietelen. Mijn broertje kan niet tegen kietelen. Zijn hand trilt, de mijne niet. Ik kan er tegen. Die avond zitten we allemaal dicht bij elkaar bij het vuur. We eten tot we niet meer kunnen. Het holle gevoel is weg. Eén van de mannen zingt voor ons. We wiegen mee met het ritme van de muziek. Er speelt iemand op een fluit en langzaam vallen we in slaap. Mijn broertje op mijn schoot. Hij houdt me warm en ik hem. Ik ben niet bang. Dit was het verhaal wat ik ging voorlezen. Ondertussen heb je allemaal foto's bij zien komen van schilderingen in grotten. En de opdracht is, maak zelf ook een schildering. En dat mag je gewoon met pen en papier doen. En met potloden en stiften. Maar de opdracht is, probeer iets van je eigen leven. Dus wat jij vaak doet of ziet. Of waar je langs loopt. Of iets wat je vaak dichtbij je hebt. Maak daar een tekening van. En probeer of je me uit kan laten zien als een beetje ouderwets iets. Ik zeg voor jou, ga lekker een tekening maken. Als het lukt, superleuk om er een foto van te maken. Of te appen of te e-mailen. En in Google Classroom staan nog een paar linkjes naar andere video's waarbij je iets leert over grotschilderingen. Jongens en meisjes, veel plezier.